zijn hier bij het Altena College. Kunt u daar iets over vertellen? Jazeker. Altena College is een hele plezierige, leuke school. Ik ben hier 15 jaar geleden komen werken. Dus ik heb ook ervaren hoe het is als je hier komt. En ik heb het vanaf het begin een hele gezellige school gevonden. Mensen gaan heel plezierig en goed met elkaar om. En het is een school die heel veel kwaliteit heeft. We hebben een MAVO-opleiding, een HAVO-opleiding, een ateneumopleiding. Die zijn allemaal goed aangeschreven. Worden goede resultaten behaald in een plezierige sfeer. Het is eigenlijk een school die zeg maar, voor de hele streek hier de school is. Op de open dag bijvoorbeeld, dan is het bijna ook een reunie. Want heel veel van de ouders hebben hier ook weer op school gezeten. En die denken met heel veel plezier terug aan de tijd dat zij hier zaten. En vinden het ook weer heel leuk als hun eigen kinderen hier ook weer naar school gaan. Wat is er bijzonder aan deze opleidingenmarkt? We hebben een beetje een algemene opleidingenmarkt voor mbo, hbo en universiteiten. Dus in principe kunnen alle leerlingen die bij ons op school zitten, van alle afdelingen kunnen hier komen kijken of er iets tussen zit wat ze vinden. We hebben ook waar ze naar op zoek zijn. We hebben ook particuliere opleidingen, we hebben defensie is er. Dus het is in principe wel heel erg breed. En het leuke vind ik dat je, we hebben zo'n 57 losse voorlichtingen. En daarnaast hebben de meeste scholen die hier staan, hebben ook een stand. Dus ook als een school geen voorlichting geeft, kan je toch informatie krijgen over veel meer opleidingen dan dat we aanbieden, zeg maar. Ja. En is dit ieder jaar? Het is ieder jaar, ja. Klopt, ieder jaar in de eerste dinsdag in november. Waarom houdt u deze opleidingenmarkt hier? Want heel veel andere scholen doen dit bijvoorbeeld niet. Nou, omdat we ervaren hebben dat voor heel veel leerlingen dat een toegevoegde waarde heeft. Het kiezen van een vervolgopleiding is steeds lastiger, omdat er veel meer te kiezen valt dan vroeger. Als je zeg maar, op een rijtje zou zetten wat je allemaal kunt gaan studeren, is dat tegenwoordig zoveel. En dan is het wel belangrijk dat je je daar goed op kunt oriënteren. En dat gaat onder andere door naar open dagen te gaan van scholen die dat organiseren. Maar hier heb je op zo'n markt in één keer heel veel bij elkaar. En dan kan je heel veel indrukken opdoen. En kan je eigenlijk ook een beetje kijken van nou, dat is misschien wat voor mij, daar ga ik eens verder naar kijken. Dus het is vaak een soort voorselectie die men op deze opleidingenmarkt maakt. En die gaat men vervolgens invullen door bij die opleidingen zelf weer te gaan kijken. Dus, en nou ja, je ziet wel hoe druk het is. En dat geeft aan hoeveel belang eraan gehecht wordt en hoe graag mensen erop afkomen. Heb jij de opleiding al gevonden? Nee, nog niet. Ik zit even rond te kijken en dan is het goed. Heb je al enig idee? Nee, ik zou nog niks weten. Hebben jullie het opgegeven? Nee, we zijn even weg voor de drukte. En hebben jullie de opleiding al gevonden? Nee, nog niet. Maar ik heb wel een beetje een idee, denk ik. En wat is dat idee? Ik denk bedrijfseconomie. Lijkt me wel leuk. Je hebt hier vroeger op school gezeten, is dat klopt? Ja, klopt. Ik heb hier HAVO gedaan, dus 5 jaar op school gezeten. En nu sta je op de opleidingenmarkt? Ja, klopt. Ik zit op TIO, ik doe hotel en eventmanagement en in mijn eerste jaar. En ik vind het heel erg leuk. Ja, het is HBO en we doen best wel veel praktijk, maar ja, ik vind het gewoon superleuk. Het is precies wat ik wil gaan doen eigenlijk, dus. En heb je expres gekozen om op Altena te gaan staan? Ik wist dat er voorlichtingmarkten werden gegeven en daar wilde ik me sowieso voor opgeven. Maar ik wilde ook wel weer graag naar het Altena College voorlichting geven omdat ik de school ken en de mensen. En ja, ik vind het leuk om weer even terug te komen natuurlijk. Dus. Je bent oud leerling hier op school en nu sta je eigen school te vertegenwoordigen? Ja, klopt. Ik zit nu in het 4e jaar van het HBO. Dus 4 jaar geleden zat ik hier op school en toen heb ik de HAVO afgerond. Ja. Ben je expres hier gaan promoten? Ja, ik ben een vriendin van mij, Charlotte, was gevraagd. Want uit gegevens hadden ze informatie verzameld van wie er van het Altena College. Want dat vonden ze natuurlijk leuk om echt studenten van het Altena te laten promoten. En toen stuurde Charlotte mij inderdaad een berichtje van, ja, wil je meedoen, vind je het leuk? En toen zijn we samen eigenlijk gekozen om hier te gaan staan. En ook voor onze opleiding natuurlijk een beetje. Ja. En vroeger was hier natuurlijk ook een opleidingenmarkt. Heb je daar zelf iets aan gehad nog? Ja, zeker. Ja, ik weet nog wel, ik weet eigenlijk precies toen ik hier vroeger stond. Ook net zo druk als het nu is natuurlijk. Maar ja, ik heb er inderdaad zelf wel aan gehad. Je loopt even langs de opleiding, je neemt foldertjes mee waar nodig. En ja, even een praatje maken, dat proeft al een sfeer van de school en van de mensen, zeg maar. En dan weet je gelijk waar je terecht kan en wat je leuk lijkt.